Ik zit hier met Rijkman Groenink en we hebben het over de energiemarkt. Nadat hij ABN Ambro heeft gedaan, is hij investeerder geworden in windmolens, is ook commissaris bij een windmolenbedrijf. En aan de andere kant is hij ook gewoon uh, betrokken bij een olie- en een gasmaatschappij. En we gaan het over de energiewende hebben en als een ervaring die hij daarover heeft. Rijkman, uh, we ja. hebben we besproken om elkaar te tutoriëren. Zeker. Um, jij uh, hebt in die energiemarkt kennis opgedaan tijdens ABN Ambro, uh, zeg maar, uh, deed je ook de energiedesk? Hè? Ja. En in, de, in de tijd, in mijn jonge jaren, was ik verantwoordelijk voor de, de corporate clients in de tijd. Maar ook de producten die aan corporate clients verkocht werden, zoals kredietverlening, projectfinanciering. En we hadden onze klanten ingedeeld in verschillende categorieën: energieklanten, transportation, automotive, noem maar op. En in de energiegroep uh, was ik zelf zeer actief als uh, banker, maar ook met projectfinanciering. Ja. Dus je hebt in die olie- en die gaswereld heb je op die manier eigenlijk wel uh, leren kennen. Ja. Die wordt natuurlijk gedomineerd door een aantal hele grote partijen met grote staatsbelangen uh, en ja. dat soort zaken. Ja. Van, hoe zou je die markt willen typeren? Uh, de omvang van de investeringen die benodigd zijn om, om olie- en gasbronnen te winnen, met name aan de oliekant, is natuurlijk enorm toegenomen de afgelopen tientallen jaren. En, en kan is dus veel duurder geworden. Het is veel duurder geworden om, om een, een vat olie uit de grond te halen dan 20, 30 jaar geleden. Mm -hmm. En dat betekent dus dat er enorm veel kapitaal naartoe moet. En dat is in belangrijke mate natuurlijk. Beschikbaar bij de hele grote autodomaatschappij. Je ziet dus ook dat de grote oliemaatschappij zich terugtrekken van de kleinere projecten. Om zich te concentreren op die hele grote projecten die alleen zij maar met hun kapitaal en hun kennis en technologie kunnen doen. Ja. En aan de andere kant zijn er dus ook die kleine, zijn er ook kleinere velden. En als je kijkt naar de, gas, de gaswereld, is die, is die fundamenteel anders. Nee, want ook daar is sprake van de, 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 de winningskosten van gas. Uh, althans, we hebben het even niet over de, scha de schaliegas uh, in, uh, in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Met name. Maar de, de, ook de, de nieuwe gasvelden, zoals die gevonden zijn, uh, off offshore Cyprus, offshore Is Israël, offshore Mozambique, yeah. noem maar op. Dat daar, die zijn natuurlijk ook behoorlijk duur geworden om, die, om daar het gas boven de grond te krijgen. En dat legt natuurlijk een zekere mate van bodem op onder, de, onder de gasprijs. Daartegenover heb je natuurlijk de, de, de matige invloed van, de, van de, 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 gas, de gaswinning in de Verenigde Staten. Waar de gasprijzen dus ten opzichte van de prijzen in Europa en Azië ongelooflijk laag zijn. Ja. En wat we nu gaan zien de komende jaren is dat de, de Amerikanen gaan gas exporteren. Die waren natuurlijk voor, tot voor een paar jaar geleden. Netto-importeur van gas, die gaan exporteren. Ja. En die gaan een goedkopere prijsgas gaan ze proberen kwijt te raken. En dat zal natuurlijk op, lange, op gedurende langere tijd. een drukkend effect hebben op de opwaartse prijsdruk. als gevolg van de duurdere winning. Ja. En die fracking, die hebben we hebben enorme prijsdalingen gezien van de fracking in Amerika. Zullen we dat ook op heel veel andere plekken in de wereld zien? Nou, we hebben tot nu toe natuurlijk gezien dat Europa, euh, behalve de Polen, hebben, de, 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 hebben Nederland, uh, Nederland nee gezegd. De UK is zeer terughoudend, heeft een paar dingen toegestaan. De Fransen hebben gewoon gezegd universeel nee. En de rest van Europa is daar, zit niet in het. Nee, maar in goed, het goed, de wereld is groter dan alleen maar Europa. Dus wat dat betreft, zie je activiteiten, zullen er veel activiteiten buiten de, de kerngebieden in Europa komen. waardoor zeg maar veel meer goedkoop gas en olie beschikbaar komt? Nou, je mag ervan uitgaan dat overal gezocht wordt naar olie en gas nog Steeds, maar al, alhoewel natuurlijk wel een groot gedeelte van de wereld in kaart gebracht is, mm -hmm. uh, met uh, in ieder geval met seismic uh, onderzoek. En, uh, en dat er, uh, dat er ongetwijfeld uh, grote schalie, uh, gas en schalie olievelden zijn waar dat voorlopig niet aan gedacht was, mm -hmm. maar die dus nu met de goedkopere uh, productie uh, van uh, methoden die ontwikkeld zijn door de Amerikanen ja. dat die wel binnen bereik komen. Dus ze zullen we uh, be bekijken, met name naar Argentinië, en er zijn een aantal plekken. Waar we zeker weten dat er behoorlijk grote schalievoorraden liggen. Die zullen waarschijnlijk wel in ontwikkeling komen. Tenzij, zoals in Europa, de nationale politiek zich om milieutechnische redenen en, en uh, angst bij de bevolking zich verzet tegen dat soort producties. Ja. Oké, okay, dus als we dan even kijken van naar de verwachtingen voor de komende tijd op het gebied van olie en, uh, en gas. Wat verwacht jij van de olieproductie uh, in de komende jaren? Uh, ik denk dat het, uh, dat het uh, over tijd steeds moeilijker zal worden om, uh, om, de om de, het gebruik te vervangen met nieuwe, nieuwe vondsten. Mm -hmm. uh, want uiteindelijk gaan we natuurlijk toch toe naar een situatie waarbij de, de olievoorraden opraken. En of, misschien niet opraken, maar het, het, het uh, gewoon dat niet meer voor. te duur wordt. Of de horizon waaronder je ze kan verkopen te kort wordt om het geldveld nog te exploiteren. Mm -hmm. Dus je, je moet over tijd verwachten een afname van de aanvulling van de, van de voorraad. Uh, maar tegelijkertijd. Uh, 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 is dus onzeker op, op welk moment de vraag daalt ja. en in welke mate. Ja. Dus het wordt heel moeilijk om te voorspellen maar hoe dat je dat goed. ziet, zeg maar: de, die vervanging van olie, zowel in de, in de, bij de autootjes, bij de vrachtwagens, ja. bij de scheepvaart. Uh, hoe, hoe verwacht de sector dat dat zich gaat ontwikkelen? Ja. Nou, de, 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 de energiesector is ervan overtuigd dat gestaag, gestaag, gestaag daar in die sectoren uh, de vervanging van de, de olieproducten zal, zal plaatsvinden naar andere vormen van, van, van energie. Voorzieningen, voortstuwing. Ja, uh, elektriciteit. Je uh, hebt voor, natuurlijk wel voor. Uh voor maritiem heb je wel echt een gigantische batterij nodig om dat, dat duurt nog even. Vliegtuigen dat is is een helemaal een, een moeizaam proces van nee, als, je kijkt gewoon, als je kijkt vrachtwagens en auto's is 60 ja. van de olie totale verbruik. Ja, ja, je moet er uitgaan dat, dus, dat dus de, de, de technologische vooruitgang van de batterij. Technologie zal zijn dat dus vrachtwagens dat dat niet binnen binnen, binnen misschien onze, onze onze tijd nog binnen bereik komt en daar zal het ook gebeuren. En dat betekent dus dat uit die hoek de olievraag zal afnemen. Dat is ja. vanzelfsprekend. Aan de andere kant groeit op dit moment de vraag naar olie wereldwijd nog steeds, elk jaar. Mm -hmm. Dus we moeten nog steeds naar een omslagpunt toe. dat de olievraag gaat dalen in plaats van nog steeds stijgt. Dus we zijn er nog niet, maar het gaat natuurlijk op een dag gebeuren. Mm -hmm. en, dan is het, en dan krijg je waarschijnlijk een soort piek-, of een soort piek en dal-situatie. Waarbij dus de, de ene, in een periode de, de vraag groter is dan, de, dan de, het aanbod en de prijs weer omhoog gaat. Ja. En dan ver, vervolgens zak, een beetje in zaagtand, zaag, zeg maar. Maar zaag. je denkt dat het langzamerhand, dat die vraag maximaliseert... langzamerhand naar beneden gaat en de olieproductie ook ja. naar beneden gaat. Ja. Alleen niemand durft ja. te voorspellen op wat voor termijn. Nee. De, de, de timing is alles, dus dit ja. is de grote lijn. Ja. Dan over gas, hoe gaat dat zich ontwikkelen? Ja. Nou, uh, wat, 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 wat ik hoor in, in, in onze kringen van gas... is dat gas, gas op dit moment bijna zeker de backup energievoorziening zal uh, zijn in uh, de, de, de elektriciteitsproductie ten opzichte van de duurzame energiebronnen, die dus niet constant en permanent en constant een stroom van energie opwekken. Je hebt dus gewoon voor elke, voor elke kilowatt, voor elke megawatt opgesteld uh, uh, zonne- en energievermogen, heb je een backup nodig uh, en dat kan op dit moment in de huidige stand van de technologie niet anders zijn dan een gasgestookte centrale. Ja, en dus, die kun je heel makkelijk aan en uitzetten. Zeker dus, met een knop, op, een, een, een knop aan en uitzetten. Ja. Ja. Ja, dus, dus, de... dus we verwachten wel meer capaciteit op gebied van ja. gascentrales. Ja. Maar het gebruik hangt af van het opgestelde vermogen in de wind- en in de zonne-energie. Ja, absoluut. Uh, ik, ik ben nog steeds en ik hoop nog steeds uh, dat. Uh, ik ben voorstander van uh, nucleaire energie. En ik uh, hoop dat we uh, tot een zodanig uh, comfortabele uh, situatie komen. dat ook overheden en bevolking. Weer bereid zijn om uh, nieuwe in, uh, nucleaire uh, centrales te accepteren. Mm -hmm. Want een wereldbasisvoorziening in nucleair is natuurlijk. Uh... Heel erg uh, goed, omdat je. Die, die dingen staan altijd aan, produceren tegen zeer lage kosten. En als we dat, de problematiek onder controle krijgen, dan zijn ze ook milieutechnisch zeer aantrekkelijk. Hm. En als je het zegt, dus... zegt, ze zijn hartstikke uh, ze zijn natuurlijk CO2-neutraal. Ja. En het afval, uh, daar kun je dan uh, zeg maar uh, allerlei oplossingen voor verzinnen. Maar als je kijkt in, die, in, in de UK, waar die dingen gebouwd worden, daar garandeert de overheid met 15 cent per kilowattuur. Ja. Dat is, toch, dat is toch geen normale prijs? Want wat, wat, wat kost zon en wat kost wind tegenwoordig vergeleken met nucleur? Substantieel lager. Dit is de, hè, de, de, die, zitten, die zitten ver onder de 10 cent. Ja. Dus het, het probleem is dat we dus op dit moment geen uh, stabiele kostprijs hebben voor de nieuwste uh, nucleaire centrales. Hè. Dus in, in feite zijn ze begonnen met bouwen, terwijl zeg maar, de tekentafel nog niet, uh, niet klaar was. En er zijn dus de, 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 de constructiekosten, ook in Finland en in de UK, zijn natuurlijk verschrikkelijk uit de hand gelopen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat wanneer het, wanneer het ontwerp niet vervolmaakt is, en ze hebben het hele proces onder controle, ja. dat de volgende centrales veel goedkoper en veel sneller gebouwd kunnen worden. Nou, dus dat, dat zou dan inderdaad, als je er heel veel gaat bouwen, als je langzamerhand gaat bouwen, de, die ervaring moet weer terugkomen. Oké, okay. dus gas blijft als backup, ja. zeg maar, beschikbaar. Er is ook nog een heleboel uh, zeg maar, qua backup. Ja. Zie je dat ook gewoon? Zie je die markt nog uh, sterk groeien? Um, want als backup faciliteit wordt er niet zoveel gas gebruikt. Dan is, wordt er steeds meer uh, zeg maar, zon en wind gebruikt. En alleen als dat, dat niet werkt, hebben we dan gas nodig. Ja. Dus, uh, en elektriciteit gaat enorm groeien in de, in de komende jaren. Ja. Dus die gasmarkt gaat die enorm expanderen of blijft die gewoon als basislast heel erg belangrijk? Nou, de, 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 de basis-backup-functie is evident. Daar hoeven we het niet over te hebben, maar dat is niet noodzakelijk de productie van gas. De, dat is, hij moet er zijn. Hij zal, van tijd tot tijd gaat hij aan, gaat hij af, maar dat levert geen, natuurlijk geen enorme productie op. Heel duur. Ja. Je kan nog gas omzetten naar uh, uh, benzineproducten. Hè. Dat, is, dat doet Shell in, uh, in uh, Doha. Uh, Lekkere dure installaties. Lekker, vrij dure installaties. Uh, uh, ik, ik, denk dat, uh, ik denk dat op zich de vraag naar gas niet echt substantieel zal toenemen. En dat is ook niet nodig. Nee. Het, is, het is beschikbaar. Het kan op dit moment gewonnen worden tegen, tegen dekkende kostprijzen. Dus het is dus ook niet zo dat het een verlieslatende activiteit is. Dus ik denk dat daar nog een hele lange, langjarige toekomst voor, uh, voor bestaat. Okay. Dus groen olie gaat langzamerhand naar beneden. Gas blijft gelijk. En dan, uh, en dan, over, dan gaan we naar de windenergie en naar de zonne-energie...